Goedemiddag gamers, kijk, eventjes een kleine upload, want het vorige filmpje was niet goed ofzo, die kon ik niet uploaden, dus ik maak hem gewoon heel even opnieuw. Met aanpassingen zoals jullie zien, ik heb een nieuwe texture pack. Fucking awesome, love it now al. Dit is de Conquest texture pack. Zelfs de zombies zien er zo vet uit. En ik maak voor het aan geluid als ik geraakt word. Nou, mensen, beter kan het niet. Ik maak geluid als ik geraakt word. Het is wel echt lompachtig, dus dan moet ik wel even zachter gaan zetten. Oké, even kijken. Ik weet niet of ik dit jullie had laten zien of dat het in de video was die fout was. Ik heb hier winkels gemaakt, voedingswinkel. Daar kan ik achter gaan staan of iets dergelijks. Ik moet heel even kijken, want op het moment dat het hier goed veilig is, dan komen er dorpelingen. Dat heb ik tot nu toe nog ook in mijn offline werelden gehad. Oh, dat was een wapenwinkel trouwens, hier hebben we de kroeg. Gezellig. In mijn offline werelden heb ik dat tot nu toe nog wel gehad, dat er dorpelingen kwamen op het moment dat het gewoon veilig was. Of dat het er al even stond. Dat weet ik dus niet. Dus ik hoop dat we snel dorpelingen krijgen. Even kijken. Nou, ik heb hier dus huizen gemaakt. Ik heb zelf een huis geclaimd. Huizen gedaan. Mag wel gaan kijken. Chest, overs, al die shit. Inrichting heb ik al gegeven aan de meester. Staat alleen nergens een chest in. Dat moet je zelf weten. Dit zijn barakken. Voor de nieuwkomers in deze game. Hier is nog zo'n barak. De nieuwkomers die kunnen dan hier schuilen, om zo maar te zeggen. Kunnen hier hun spullen bij elkaar zien te vinden in de omgeving. En op het moment dat ze er klaar voor zijn, kunnen ze of ons joinen. Dat kan trouwens al meteen. Als het goed is. of ons joinen. Of ze gaan er gewoon vandoor. En dan, dan hebben ze in ieder geval een begin. Nou, wat ik dus nog wilde over hebben is mijn hoofdkasteel. Ik zat te denken om erop te bouwen. Een nieuw plan. Ik wil hem hier zo erin hebben. Maak een trap ongeveer tot die. Dat is een mooie afmeting. Die onthoud ik wel daar. Lol. Hoe vet zou ik er nou eigenlijk uitzien? Nou, ik zie eruit nog hetzelfde uit, maar ik ga mijn skin weer veranderen. Nou, en dan maak ik daar een ingang dus. Of ik maak hem lager. Ik denk dat ik daar ergens de ingang maak. Dan naar binnen en dan helemaal tot boven een beetje uitprobeer te hakken. Weer dichtmaken op het moment dat fout gaat natuurlijk. Alleen ik wil mijn inrichting wel een beetje maken met kwarts. Ik vind die stenen vind ik leuk als inrichting voor een troonzaal. Lekker lichtgevend en zo. En je kunt er leuke dingen mee maken. Ik weet alleen niet hoe ik eraan moet komen. Moet ik die vinden? Liggen die in een tempel? Moet ik ze maken? Ik hoop dat een van jullie mij dat kan vertellen. En zoals jullie vast wel hebben gezien, heb ik via mijn telefoon een filmpje geüpload van mezelf. Ja, het was zo vroeg. Ik dacht even niet recht. Ik dacht even niet goed. Nou, maar dat maakt niet uit. We zijn in ieder geval dus online. Dragonovski zit in de game. Hartstikke leuk. Fucking awesome. Hij zou wel even laten weten. Zie ik nou net. Ik weet alleen niet waar hij is. Ik denk dat hij weer aan het minen is. Ik zie zijn naam ook helemaal niet. Zullen we hem even gaan opzoeken. Het begint al donker te worden. Dus ik ga wel even gauw mijn toren eerst in. Voordat ik aan alle andere kanten geslacht word. Hier heb ik een trappetje. Hier sta ik sowieso veilig. Hier raakt... Nee. Hier raakt geen beest mij. Zullen we hem eens even gaan opzoeken? Kijk, hij is er wel. Hij zit in de basis, volgens mij. Of in de mijn. Hij zit niet in de basis. Hij zit in de mijn. Plezier.
Verdorie. En er is nog iets om naar te luisteren. Gok ik. Als je me niet zo lomp achtergaat, daar heb ik geen zin in. Zie je nou al? Hij heeft blijkbaar geen zin in ofzo. Ik heb geen idee. Maar dit was dus mijn update. En dan zie ik jullie snel. Ik hoop dat jullie snel ons willen joinen. PM'en, DM'en, alles. Je weet zelf hoe je moet komen, hoe je ons kunt bereiken ondertussen. Dat hebben we vaak zat aangegeven in andere video's. Je kunt me ook mailen. Dat staat ook ergens aangegeven. En dan hoop ik jullie snel te zien. Laters.